deze plek, die is eigenlijk het hart van het bedrijf waar wij met onze medewerkers samenkomen, maar ook met externe partijen om continu te innoveren en te kijken waar we kunnen verbeteren. Producten in de customer journey, in onze serviceverlening, op alle mogelijke manieren. En eigenlijk dan de tweede stap die heel belangrijk is om succesvol te zijn in innovatie, is implementatie. En een van de belangrijkste elementen die ik daarbij zie is ook ownership. Iemand die het project naar zich toe trekt en ook echt ervoor zorg draagt dat het ook daadwerkelijk geïmplementeerd wordt en weer geëvalueerd.